De titel van mijn column is Onnozel. Begin dit jaar nam de Raad van Nijmegen emotie aan, waarmee geregeld werd dat er nog maar één nieuw tankstation met fossiele brandstof in Nijmegen zou mogen komen. Daarna alleen nog maar elektrische laadpalen. Ik voorspelde toen dat de benzinepompenbranche er niet wakker van zou gaan liggen. Dat is gebleken. Vlak over de grens krijgen de pompen de benzine niet aangesleept. Door de lage prijs zijn de files met uit Nijmegen afkomstige wachtende auto's voor de benzinepompen in Kranenburg inmiddels zo groot dat er niet gekeken wordt op een uitbreiding met een pomp meer of minder. Gevalletje van wederzijds de buren een handje helpen. Maar dat schiet natuurlijk niet hard op met het verbeteren van de luchtkwaliteit in en om Nijmegen. Daarom heeft de Partij van de Dieren... Schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW over het op termijn weren van benzineauto's uit Nijmegen. De partij is geïnspireerd door de gemeente Amsterdam. Daar zijn namelijk plannen om naast het huidige verbod op dieselauto's in 2030 ook benzineauto's te weren. De eerste vraag aan het college luidde dan ook of het college dit Amsterdamse initiatief kende. Ik vind dit getuige. Van hun grote onnozelheid, alsof Nijmeegse wethouders geen kranten lezen of op een andere manier de ontwikkelingen in het land bijhouden. Heeft de Partij voor de Dieren echt gedacht dat het college zou antwoorden: Goh, nooit geweten dat dit in Amsterdam staat te gebeuren. Goed dat u ons hierop attendeert. Hartelijk dank voor de tip! We gaan binnenkort eens navraag doen bij onze Amsterdamse collega's. U hoort nog van ons. Zo onnozel is het college nu ook weer niet. We moeten afwachten welk antwoord het college gaat geven. De Partij van de Dieren kan dus nog even hopen op een positief antwoord. Hoewel, hopen is vaak uitgestelde teleurstelling. Deze filosofische uitspraak deed algemeen directeur van NRC Wilco van Schaik afgelopen week. En hij kan het weten. Wilco hoopt al een hele tijd op verkoop door de gemeente van het Goffertstadion tegen een schappelijke prijs. Hij hoopt op volle tribunes, op nieuwe skyboxen, op een stabiele plaats in de subtop van de Eredivisie, op een multifunctioneel te gebruiken vernieuwd stadion. Helaas, helaas. Hopen is uitgestelde teleurstelling. Een prachtige tegeltjeswijsheid die ongetwijfeld de muur van de bestuurskamer in het Goffertstadion siert. Dat Wilco zo filosofisch uit de hoek kan komen, betekent dat hij verre van onnozel is. Een geruststellende gedachte. Maar daarmee blijft voorlopig alles zoals het is. Arnhem heeft zijn Gelredoom en EC zal het nog steeds moeten doen met een Gofferdroom. Een in Spanje woonachtige Mexicaanse patjepeer met veel geld wil Roda JC overnemen. Hij heeft daar wel een groot aantal miljoenen euro's voor over. Reden, hij is onder de indruk van de warmte die de trouwe supporters en de regio uitstralen voor de voetbalclub. Ik schat Marcel Boekhoorn een stuk minder onnozel in.